Mijke van Wijk met Mijkersmiddag Live. Welkom op Radio 6. NTR Radio 6. Vrijdag 22 januari, te gast bij Mijkersmiddag Live in het MC Theater in Amsterdam. Hadden we heel veel jazz, heel veel soul en ook funk. En wel van een van de funkbands van Nederland die al het langste bestaat, namelijk 25 jaar, 7-Eleven. Zonder Bootsy Collins was er geen 7-Eleven geweest. Dat klopt. Het is een keer heeft hij dus wel gezegd van ik ga dit doen. Hij kwam met een band met James Brown, maar hij heeft een hele eigen stijl van spelen, een hele eigen benadering. En eigenlijk heb je zeg maar, vier mensen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat er funk is, funk, en daar is hij er een van. En hij heeft eigenlijk ook de basgitaar een soort komisch gemaakt, maar ook stiekem toch best wel iets. Komisch gemaakt omdat hij een stervormig basgitaar heeft, die jij ook hebt. Ja, hij zegt zelf, I got a cartoon mind, baby. Het is echt een soort poppenkast, een soort, ja, ik weet niet, het is al heel erg grappig en komisch, maar ondertussen is het wel echt iets. Start from the bass. Een bijzonder project ook, te gast, van de groep Les Fantasies. Zij mixen jazz met oriëntaalse muziek. Drie bekende Nederlandse jazzartiesten, Vincent Planjer, Rembrandt Freres en Tony Overwater, die zijn een verband aangegaan met Yoram Lachish. Hij komt uit Israël en hij speelt een instrument wat we volgens mij voor het allereerst hier op ons jazzpodium hadden, namelijk hobo. Zoals je weet, is al jaren bezig met muziek uit het Midden-Oosten. Ik heb een paar jaar in Egypte gewoond, dus ik ben er ook al tijden mee bezig. Nou ja, Yoram is uit het Midden-Oosten natuurlijk. En Vincent met zijn tombak ook. Dus zeg maar, Vincent zit in de Iraanse hoek. Tony en ik in de Arabische hoek. En Yoram overduidelijk in de Joodse en in de Israëlische hoek. Dus dat was eigenlijk aanvankelijk wat ons vooral bond. De liefde voor die muziek. En of je het nou in onze muziek daadwerkelijk hoort of niet, vinden we eigenlijk niet eens zo relevant. Het is meer dat die artistieke achtergrond ons alle wel samenbindt. Een paar dagen geleden zijn ze officieel uitgekomen, de North Sea Jazz Legendary Concerts. Vier boxen, dit is de eerste serie, met legendarische concerten. Waaronder een CD-DVD-box van pianist Michiel Borslap. En hij was hier te gast met zijn trio. Ik schrikte al wel over alle opnames en ik kende het wel een beetje. Ik dacht van, nou ja, van, nou, te gek. En ik dacht, oh ja, dat nummer en die. En met die DVD was natuurlijk, daar was ook best wel veel beschikbaar. Dus we konden gewoon kiezen uit, ja, van, nou, misschien dat leuk. Ja, gewoon zoals je een cd maakt. Dat gewoon, gewoon dat het op muzikale gronden gekozen. Niet op line-ups of zo of iets.
beetje in de mood te komen voor de Zwarte Lijst. Jouw favoriete soul en jazz platen die we uit gaan zetten vanaf 15 maart op Radio 6 Soul en Jazz. Hadden we te gast zangeres Lola Green. En zij vertolkte 3 van haar favoriete nummers die echt in de Zwarte Lijst moeten. Thank you.